Goedendag. Forse buien trokken er gisteravond en afgelopen nacht over het land. En die buien die hebben toch wel de hitte verdreven. Het werd vandaag niet meer zo warm. Gisteren werd er ook een mooie windhoos gespot. Hier goed te zien op deze foto, gemaakt boven de Arena in Amsterdam. Ja, die buien dus, die zorgden voor uiteindelijk die lagere temperaturen. Koelere lucht kwam er vanuit het noorden binnenschuiven. De maximumtemperaturen van vandaag kwamen nauwelijks boven de 20 graden. En dat betekent dat er ook een einde is gekomen aan de regionale hittegolf in het zuiden van het land. Een recordlange regionale hittegolf voor de maand september. Duurde maar liefst 9 dagen in delen van Brabant, Gelderland en ook Limburg. Dat is nu allemaal achter de rug. Maar de komende dagen gaat de temperatuur wel weer wat omhoog. En ik denk dat we zaterdag toch wel weer zomerse temperaturen gaan krijgen. Om dat te laten zien, laat ik u het weerkaart zien van het 850 hectopascal patroon. Dat is op zo'n 1500 meter hoogte. En dat is een aardige graadmeter voor de temperatuur aan de grond. Hoe hoger die temperatuur is, ook aan de grond zal die temperatuur dan omhoog gaan. We zien hier de warme lucht, de meeste warme lucht, nu boven Spanje en ook over het oosten van Europa. Daar hebben we niet zoveel meer mee te maken. Dat was onder andere die hitte die we gehad hebben. Maar deze warme lucht boven Spanje en Frankrijk, die komt weer onze kant op. Dat kunnen we mooi zien. We zien hier de kleur weer rood worden en dat trekt dan geleidelijk aan naar het noorden toe. Zaterdag en zondag is die lucht echt een stuk warmer. Uiteindelijk trekt de meest warme lucht ten zuidoosten van Nederland langs, richting Duitsland. En daarachter gaat dan een westcirculatie op gang komen. En we zien hier al dat er flink wat koude lucht is aanwezig boven de oceaan. En die koude lucht komt onze kant op. Als ik de animatie weer start, kunnen we dat mooi zien. Met die westcirculatie trekt het naar Nederland. En dat betekent dat we volgende week echt een stuk wisselvalliger weer gaan krijgen met ook lagere temperaturen. Aan de grond ziet dat er als volgt uit. Afhankelijk een hoge drukgebied nog boven Nederland en ook boven Frankrijk en Duitsland. Dat houdt de storing boven de oceaan en Groot-Brittannië op afstand. Maar dat hoge drukgebied gaat uiteindelijk wel verdwijnen. Eerst krijgen we nog warme lucht vanuit het zuiden door dat lage drukgebied wat langzaam naar het noorden trekt. Maar als dat lage drukgebied dan verder naar het noorden is bewogen, dan komt er een westcirculatie op gang. En die westcirculatie die brengt ons dan vanaf maandag beduidend wisselvalliger weer. We zien veel blauw op de kaarten. Nou, dat zijn allemaal buien en regengebieden die gaan passeren. En die westcirculatie die is vrij dominant. Die blijft er dan voorlopig ook wel even in staan. Kan ik u mooi in de pluim laten zien zo dadelijk. Maar eerst maar eventjes naar die korte termijn. De weerkaart voor donderdag. Een rustige weerkaart, laat ik het zomaar zeggen. 20, 22 graden en zonnige periode. En dat alles bij een zuid-zuidoostelijke wind die zwak is over het algemeen. En dat is prima weer. Heerlijk weer om buiten te zijn. Vrijdag, zaterdag en zondag gaat die temperatuur wel weer omhoog. En dan komen we uit voor het midden van het land toch wel weer op een zomerse 25 graden zaterdag. In het zuiden van het land kan het al deze dagen wel zomers warm worden. Daar hou ik wel degelijk rekening mee. Maar zondag of maandag komt er wel ergens een omslagpunt en gaan we te maken krijgen met neerslag. En ook lagere temperaturen. Dat kunnen we mooi zien in deze pluim. Zaterdag hebben we te maken met de piek. Maar ook zondag en maandag zitten we toch nog wel ruim boven die 20 graden. Maar hier moet ergens dat weer gaan omslaan. En dan komen we uit met die westcirculatie om wat lagere temperaturen. Die overigens redelijk normaal zijn voor deze tijd van het jaar. In de neerslagprognoses kunnen we dat ook mooi zien. Afhankelijk droog weer. Vanaf maandag duidelijk een wisselvalliger weerbeeld. Soms kan het echt goed doorplensen met die westcirculatie. Misschien dat de eerste buien al in de loop van zondag gaan vallen. Nog een fijne dag.